Welkom in deze dagelijkse verdieping. Gisteren presenteerden we u de vraag: wat heeft Jezus voor u concreet betekend in het leven? Die combineren we met de vraag die de hele 50 dagen tijd mee zal gaan. Wat betekent het voor u gedoopt te zijn? Het is dinsdag, dat wil zeggen dat we kinderen en jongeren aan het woord willen laten. Maar om te beginnen hebben we gemerkt dat wij niet de eerste zijn die zulke vragen aan kinderen voorleggen. We hebben een filmpje gevonden uit protestantse hoek en Nederlandse hoek, dat zal u duidelijk horen. Het heet Gebruikenluik en je hoort allerlei kinderen vertellen over het doopsel. Daar kijken we eerst naar. Welkom bij het Gebruikenluik. Vandaag gaan we het hebben over dopen. Gedopen is eigenlijk mensen worden van hun zonde vergeven door in het water gespoeld te worden. Dan zegt de dominee in de naam van de Vader, de Heilige Geest en nog eentje, maar die weet ik niet. Nu gebeurt het in de kerk, alleen vroeger gebeurde het, als ik het uit mijn hoofd moet zeggen, volgens mij bij het meer van Galilea. Nou, bij een baby is het gewoon een handje met water en die wordt over het hoofdje gedaan. En bij grote mensen, dan moet je in een heel bad. Volgens mij moeten ze met hun hele lichaam in het water. Dat lees ik vaak in de Bijbel. Daarna krijg je een handdoek om jezelf af te drogen. En dan word je gezegend door God en dat betekent dat je bij Jezus hoort. Ik ben er één keertje geweest, maar de andere keer was ik op vakantie. Jezus doopte ook mensen. Ik ben gedoopt toen ik als baby was. Ik ben niet gedoopt, maar wel gezegend. Ja, ik moest een jurk aan. Ik vind het wel speciaal omdat je dan bij God hoort. En ook dan bij Jezus en dat je dan naar de hemel gaat als je dood bent. Ik heb alleen een foto gezien dat ik heel erg moest huilen. En daarna de dominee sloeg. Dit was het Gebruikenluik. Dag allemaal! We gaan nu naar Dries luisteren. Dries zal zichzelf voorstellen. Maar u zal merken dat als u na de lockdown terug naar de kathedraal komt, dat u hem misschien kunt zien, maar wellicht ook kunt horen. Dries, vertel eens over gedoopt zijn en over de kerk. Hallo, ik ben Dries. Ik ben 13 jaar. Ik ga naar het eerste middelbaar. Ik speel graag voetbal en ik zing in het kathedraalkoor. Wat betekent het voor jou om gedoopt te zijn? Voor mij betekent het om gedoopt te zijn dat ik word opgenomen in de gemeenschap van God en dat ik kan geloven in een kracht die er altijd is voor mij en die mij zal helpen als het moeilijker gaat. En dat ik het voorbeeld van Jezus kan volgen om goed te leven en voor andere mensen goed te zijn. Wat betekent voor jou kerk zijn? Wat vind je mooi en belangrijk in de kerk? Ik vind het belangrijk aan een kerkgemeenschap dat het een vriendengroep is die samen viert in de mis en elkaar steunt en samen een beetje sterker staat en de wens van God volgt door andere mensen te helpen. En het voor elkaar soms een beetje stil te maken en te bidden voor elkaar, voor de arme mensen, voor de mensen die het niet goed hebben. Dat die samen zich verbonden voelen. En ik vind het ook heel mooi in de kerk dat er muziek is die ons een warm gevoel geeft en een gevoel geeft van dichter bij God te zijn. Trouwe kijkers van Kroongetuigen zullen misschien onze volgende getuige van zien herkennen. Het is Lynn Rijkers, die met haar twee broertjes de ster vormt van het laatste deeltje van de Kroongetuigen aflevering, na de aftiteling zelfs. Ook Lynn getuigt
over gedoopt zijn. Leen, wat is jouw wens voor de kerkgemeenschap? Dat Jezus naar de kerk komt, vrede en vriendschap. Voor alle mensen? Ja. Hoe probeer jij jouw geloof een plaats te geven in jouw leven? Ik ga naar de kerk, ik bid tot onze Vader en ik ben misdienaar. Lien, wat weet jij nog over jouw doopsel? Ik ben gedoopt door de bisschop. Ik was heel nieuwsgierig. En ik was 4 maanden. Hartelijk bedankt, Lien en Dries, voor jullie getuigenis. Zeker voor jonge mensen zoals jullie is dat niet zo vanzelfsprekend. Dat weten wij maar al te goed. We nodigen u allen, beste kijkers, uit om mee op zoek te gaan naar kinderen of jongeren die op deze manier zoekend en tastend en twijfelend getuigenis willen afleggen van hun geloofstocht. Suggesties daarover mag u sturen naar het gekende mailadres dagelijkseverdieping@gmail.com. En we kijken ook uit naar de reacties die u ons toestuurt vanuit uw persoonlijke getuigenis. Dat mag uitgeschreven zijn of gegoten in een filmpje. Zaterdag maken wij daar graag een compilatie van. Hartelijk bedankt om met ons verbonden te zijn. En hopelijk tot morgen voor een nieuwe dagelijkse verdieping.